Verliefd zijn heeft allerlei positieve effecten op je lichaam. Zoals de afname van angst en verdriet. Maar om verliefd te worden moet je wel eerst de juiste partner tegenkomen. Daarom reizen we af naar Lagemierde om alles te leren over speeddaten. Nou ja, om het face-to-face daten weer terug te brengen in de markt, hebben we eigenlijk een speeddatebedrijf opgericht. Waarbij we door het hele land speeddates organiseren. En waar echte mensen komen. Hè, dus gewoon weer het face-to-face daten. Hè, dus wij wilden eigenlijk gewoon weer terug naar de basis. We organiseren ook 1 of 2 keer per jaar mega single events. Nou, wat houdt dat in? Daar komen minimaal 1000, soms al 2000 singles op af. En op een normaal tijdstip tussen 20:30 en 1 organiseren we dan voor singles tussen de 22 en de 45 jaar. Best wel breed. Een geweldig mooi event in een super romantische setting. Live muziek, cocktail, bar, daar lopen hostessen rond. En ook op zo'n avond kun je eigenlijk vrijwillig meedoen met een mega speeddate. Verder organiseren we ook vaak duo single dinners. Heel veel singles vinden het toch een beetje eng om alleen te gaan daten. Nou, bij een duo single dinner kun je met z'n tweeën, hè, twee heren, twee dames, kunnen dan meedoen aan een 6-gangen diner. Dus als duo heb je een gang. Zit je tegenover 2 andere heren of dames. En na elke gang schuift het duo een tafel door. Ik heb via Search for Love mijn aardige vriend gevonden. En ik heb ze gevonden via internet, via de zoekmachine. En het gaf me gewoon een heel goed gevoel. Het evenement van Search for Love beviel mij heel goed. Alles was tot in de puntjes geregeld. Wat ik heel fijn vond, is dat ik na afloop een half uurtje daarna de uitslag al op de e-mail kreeg. En het viel me ook echt op dat iedereen wel 1 of meerdere matches had. Ik zou andere singles zeker aanraden om te gaan speeddaten bij Search for Love. En het is ook echt, je ziet ook echt wat voor persoon je voor je hebt. En ja, dat is toch heel anders dan online daten.